ik ga vandaag reageren op de Underbelly of Paradise show van Steve Haynes, de motherfucker van de FIB. Nou, daar gaan we. Ik heb beloofd met jullie deze te gaan reageren. Ik heb ook vorige week ook gezegd, of afgelopen zondag, van moet ik deze video gaan maken. En ik heb besloten om deze te gaan maken. De Underbelly of Paradise. Oh my god. Ja. Hij heeft naar Lamar Down gevraagd aan Frank Kling of hij de Treffer wil vermoorden. Wow. With tears. The Los Santos Dogs. En je ziet trouwens Mike op de achtergrond al tv kijken. The great orifice of American capitalism. Stuff coming in, garbage going out. And hidden in over 2 million containers a day. God only knows what. The cartels pay off some low-level schlub and suddenly you've got military grade weapons. Badly cut crystal meth. Grade A yayo from Mexico flooding our streets, and once it hits the hood, it's anarchy. Side of murder, hold the prize. Or maybe the Chinese are slipping some of our deze klootzak vind ik echt een van de meest mooiste GTA protagonisten. Zijn vriend Devin Weston die wil dat Michael wordt vermoord of Genkeling. En Steve Haynes wilde dat Treffer vermoord werd. Hij wilde eerst alle drie vermoorden, maar toen heeft Steve aan... kijk, daar. Daar heeft dit ook aan een Franklin gevraagd op die plek. Dus dat is vlakbij zijn oude huis. Ja. Hij is ook zelf agent, FIB-agent. Werkt samen met Dave Norton en met Andreas Sanchez. Oh shit. Ja. Wearing the colors of the feud or the workers, the families call themselves gang green. Of course, like all families, they are a squad. Subdivided into sets, such as the Chamberlain gangsters and the Carson Avenue set. It turns out the families love shooting each other almost as much as they love shooting Ballas. Now the LSPD have been Steve. Oh my god. Die zegt gewoon dat hij zijn zuig moet likken. Goh. Maar deze man heeft is wel een gemeenerik. Ook al is het een gemeenerik. Ik vind hem wel heel mooi. Ik vind het een betere antagonist dan die Devin Weston. Wow. And it's definitely okay for your motorcycle mama to show her breast to your friends. The FIB has been tracking the Lost for years. We've jumped from coast to coast and have spent more time in the Midwest. Oh. When they're not running back. 2 minuten. Ja. Show up on their motorbikes or roided up gangbangers stuck in some 90s time warp.
This is the town that made mass murder. It's nostalgia. Of course, to become true, wow. Your murder has to be both unsolved and gruesome. In a town full of alien spotters, adults dressed as zombies, and entertainers dressed as cartoon characters, en nu is hij bij de bioscoop. Het lijkt ook echt alsof hij een rondleiding geeft. Alsof hij de regisseur is. Maar het is een eigen tv-show. Dave Norton vervangt hem in NDC. Dat is ook de gang in eindig. Dus Dave Norton vervangt hem hoe dan ook. Ja. But not all crime is premeditated. Maybe drinking's your thing. Ja, heel mooi. There doesn't always need to be criminal intent. Nog één minuutje. Criminal damage. Or maybe you're just an overprivileged poppycock, living on daddy's pension and protesting about the unfairness of capitalism. Maybe stock market manipulation is your bag, or loan sharking, double identity. Wow. 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 Ja. Oh mijn god. Ja, zo heet zijn show. Ja. Dit was dan zijn show, hè? Leuk show was dat. Maar goed, tot de volgende keer.